Nog maar eens een keer zo'n impressie van aarde, water, lucht en vuur. Aarde, water, vuur en rook, blijkbaar. Dus nu snap je waarom ik die eerste impressie zo goed vind. Want dat glas dat lijkt leeg. En hier doen ze net alsof daar een... Of daar rook in zit. Maar rook is eigenlijk gewoon een vaste stof. En die rook zo ziende, ik voel iets opkomen hoor, wat binnenkort nog gaat gebeuren. Maar ik ga hier ook snel doorheen, want ja, snel beginnen moet ik zeggen, want ook deze passage is weer lang. Het begint met Exarchentur en hier komt het grote zielenschoonmaakprogramma. Al dan niet gesponsord door Sunil, Ariel of weet ik veel wat. Voor een ander Omo Power bijvoorbeeld, wasmerk voor de ziel. Namelijk, Exarchentur. Zij worden gekweld en zij betalen. Nou, waar worden zij door gekweld? Zij worden gekweld met poenies, met straffen. Even ergo erbij, dus. En zij betalen de supplicia, letterlijk de genoegdoeningen. En genoegdoening betalen is eigenlijk hetzelfde als gestraft worden. En zij worden gestraft, mag je dus ook vertalen, maar zij betalen de genoegdoeningen en de vergeldingen waarvan, van veterum malorum, van de oude rampen, van de oude kwaden, zo je wil. Of nog leuker, van de oude zonden, zo je wil. Nou, en hoe gebeurt dat dan? Nou, dat kan op verschillende manieren zo'n ziel schoonmaken. Namelijk, Alihai, Aliis. Nou, sommigen dus. Alihai. Daar staat letterlijk anderen. Suspensai worden opgehangen. En dan Aliis krijg je ze dus gemakkelijk. Sommigen worden opgehangen. Anderen worden uitgestrekt. Adventos in Anees voor ijle winden. Nou, dus die worden in de wind gehangen, als het ware. Hij worden uitgestrekt, opgehangen voor de ijle winden. Nou, hier heb je dan voor anderen, dus die Ali is, mag je ook sommigen anderen vertalen. Voor anderen, Eluitur, wordt de infectum scelus, ja, infectie komt eraan, hè, de opgelopen scelus, misdaad. Dit is een onzijdig woord op oes van declinatie 3, scelus, genitivus sceleris, dus infectum als onzijdig woord daarbij, de opgelopen misdaad weggewassen, aha, daar hebben we al het water weer, subcurgite vasto, door een uitgestrekte draaikolk. En dus het is of hangen in de wind en laat het maar uitwaaien, dus hier zit die lucht in, of in een wasmachine, letterlijk wasmachine in een draaikolk, dus in een miele, er is geen betere, of een ander merk, ik moet niet merken noemen, want dan krijg ik dadelijk nog ellende. Ik heb zelf ook geen miele, ik heb een Electrolux wasmachine, maar dat interesseert niemand. Dus ook zo leuk trouwens, Electrolux. Nu we het toch over elementen hebben. Of het ex uritur igni, of uitgebrand met vuur. Dus dan heb je drie van die vier elementen weer, namelijk de lucht, het water en het vuur. En dus wat eruit moet gehaald worden, is die aarde. Dus dat kan met die andere elementen. Quisquis patimur, een ieder ondergaan wij. Allen leiden wij onze eigen suo's. Hij in ieder van ons ondergaat zijn eigen manis. Nou, dat staat letterlijk zijn eigen onderwereld, zijn eigen lot, zijn eigen schem. Nou, ieder van ons die krijgt zo zijn eigen behandeling. Ik word persoonlijk op jou afgestemd. Nou, en dan, vervolgens, mitimur, worden wij gestuurd. En dan hoort bij zo meteen bij Peramplum Elysium. Et pauci laeta arva tenemus. En weinigen, vul aan van ons, houden. Want dat van ons valt aan dat weinigen hier staat met een eerste persoon. Dus wij houden de blijde akkers. Dus vervolgens worden
wij door de wijdse, door het wijdse Elysium gestuurd, een weinige van ons behouden de blije akkers. En dat blijven maar weinig, dat is maar weinige beschoren. Tot een bepaald moment, donec longa dies, totdat de longa dies ex emit, totdat de lange dag, dit is van ex imere, dus wegnemen, de verbonden smet, de versteende smet bijna, de versteende bezoedeling, zo je wil, heeft weggenomen. En wanneer gebeurt dat? In deze ablatieve absolutus perfecto orbe temporis. Nadat de kringloop van de tijd, tempus genitus temporis, is voltooid. Nadat de kringloop van de tijd is voltooid. En de circle of life, ik hoor Elton John nu alweer zingen. En totdat die lange dag dat heeft weggenomen. En totdat hij iets achterlaat, namelijk totdat hij achterlaat een purum aetherium sensum atque aurae simplicis ignem. Nou, totdat hij wat achterlaat, totdat hij een zuivere etherische geest achterlaat en een vuur van een simplex aura van een enkelvoudige adem. Dat is nogal ingewikkeld gezegd hoor. Dat etherisch, dat laat ik hier ook staan, want aetherium is het zogenaamde vijfde element naast aarde, water, lucht en vuur, waar traditioneel het hele ondermaanse van gemaakt is. Alles wat boven de maan zit is van ether, is een ander element. En de quintessentia, quintessens, de vijfde, vijfde element. En dat blijft dan over, blijkbaar. En vuur van een enkelvoudige adem, oftewel van een schone, smetteloze en naar robijntje geurende ziel. Naar robijntje geurende ziel. Trouwens, ooit iemand erover nagedacht dat het wel heel raar is om een wasverzachter robijntje te noemen. Maar dat even, daar zei het een knuffelbeer die robijntje heet, ik weet het niet hoor. Nou, wat, ik ga maar gewoon verder, hier heb ik meer verstand van, hè, van wasverzachters. Die kennis is helaas aan mij voorbij gegaan. Ik gebruik ze alleen, het liefst met lavendelgeur. Goed. Bios Focat, de godheid roept. Nou, dan weten we dat ook weer, de godheid roept. Haas Omnes roept al deze, nou waar roept die godheid die dan naartoe? Atlataium Fluvium, daar heb je hem weer. Naar de rivier de Lethe, en dat doet hij in Achmine Magno, in een grote stoet. En dan is het cirkeltje dus rond, want wat kwam daar nou net allemaal bij elkaar? Nou, cirkeltje rond, weet je nog leuker, die orbis, hè, die kringloop. En dan zijn ze dus allemaal bij deze rivier waar we nou naar kijken, namelijk de Lethe. En wanneer doet hij dat? Ubi mille rotam volvere per annos. Zodra zij volveren, staat hier, dus een oude perfectum uitgang, eren in plaats van eroend, zodra zij het rad hebben gedraaid gedurende 1000 jaar. Dus 1000 jaar duurt blijkbaar zo'n kringloop van zo'n ziel. Nou, dan roept hij die dus naar de Lethe. Scilicet emores, natuurlijk, dat is Scilicet, opdat, dat is dat ooit, zij emores, zonder daarvan een herinnering te hebben, supera convexa, het hemelgewelf, dus wat er daar zo boven allemaal zich afspeelt, revisant, bekijken, roersus, opnieuw. Dus dan gaan ze terug naar boven. En dat is wel heel typisch dat ze dan terug naar boven gaan. Want dat wil dus zeggen dat er een ander leven in komt en dan beginnen ze daar ook weer naar te verlangen.
het in Kipiant en zij beginnen, nou, dat staat hier ook, hè, en opdat zij beginnen te vellen, te willen, reverti, terugkeren, hè, omdat er weer een begin ontstaat van een verlangen om terug te keren in corpora, in lichamen. En dan is hij dus uitgesproken. En dat is dus een hele filosofische verhandeling geweest over hoe de wereld in elkaar zit en de ziel en het lichaam en hoe die aarde daarin verzeild is geraakt. Nou, daar heb je die Xerath Anchises. Anchises had gesproken en hij trahit en hij trekt Una tegelijkertijd zijn Natum, zijn zoon, en de Sibyllam en de Sibylle trekt hij conventus in medio's, midden in de samenkomsten. Dus dat conventus is hier accusatieves meervoud, hoort bij medio's. Dus dit hoort niet bij Anchises, maar dit is gewoon een oes. Die hoort bij medio's, dat is van de declinatie 4. Die trekt hij midden in de samenkomsten en in de grondende menigte. En dan gaat hij ergens boven zitten, het Tumulum capit, en hij neemt een heuvel. En wat kan hij vanaf die heuvel doen? Unde omnis longo ordine posset, van waar hij kon. Dus hier heb je een conjunctivus, van waar hij kon. Opdat hij daar vandaan kon. Opdat hij wat kon doen? Opdat hij kon verzamelen. Dus lekeren betekent niet alleen lezen in de zin van lezen, maar ook lezen in de zin van verzamelen. En herkennen. Op hij vanaf daar kon verzamelen en herkennen, nou, dat hij wat kon herkennen. Omnis adversos, allen tegenover elkaar, longo ordine, in een lange rij kon verzamelen. En wat kon herkennen? En de vultus, dat is ook weer accusatieves meervoud van zo'n oes. Van de oesgroep van declinatie 4, die manusgroep, en de gezichten kon herkennen van wie venientium, of venientum, van degene die aan het komen waren, letterlijk van de komende. Dus hij trekt zijn zoon en de Sibylle midden tussen die zielen, dan kan hij er hoog ergens boven zitten, en vanaf daar kan hij dat allemaal overzien, en kan hij dus ook aan de gezichten herkennen wie er dan nog allemaal komen. En wat de invloed van die persoon, of de, wie dat überhaupt zal zijn in de Romeinse geschiedenis. En dat is natuurlijk voor Virgilius een ideaal moment om dat in de onderwereld te doen. Want hij schrijft ten tijde van keizer Augustus. En hij weet dus al van wat er gebeurd is tussen het moment dat Aeneas aangekomen is in Italië. En de heerschappij van keizer Augustus, dus alles aan beroemds wat daartussenin zit, kan hij noemen. Hij kan hier het ideale moment pakken om Anchises de grootsheid van het Romeinse Rijk te laten zien. En de groei en wie allemaal zo fantastisch en geweldig zijn geweest. En natuurlijk het summum van perfectie is keizer Augustus. En daar maakt hij zich dan ook wel heel erg geliefd mee bij de goede man. Zo, tot hier even deze passage. Dus de ziel, het lichaam en hoe het allemaal zo gekomen is. En waarom zielen reïncarneren.